Een hele goede morgen iedereen, welkom bij de Cat Kitchen. Is dat niet goed zo? Ja, ik ga nog een koffie niet opnemen. We gaan kip dan door die maken, dus ik neem jullie mee tot zo. Dit is trouwens een gerecht wat je ook op brood kan maken. Of eten. Ik hoef dit keer niet anders te snijden. Ik heb gewoon ook de kipfilet. Die macaroni gemoet en er gaat zo doorheen. Niet zo goed kunnen zien. Ik weet niet of jullie zo goed kunnen zien. Ik zou maar denken dat hij iets hoger moet. Dus kreeg ik ook om iets hoger te zetten. Zo. Zo. Ja, dat is beter, hè? Ja, dat is 10 keer beter. Dat is beter. Ja, dat is veel beter op je reis. Ik ga beginnen met natuurlijk de kipfilet. Oké. Ik heb nog zonnebloemolie. Die heb ik ook nog een keer bij ketchup. En nog wat andere kruiden. We hebben ook eerst eventjes de zonnebloemolie een beetje gaar worden. Zo. Goed, ik heb kippenblokjes. Voor 320 gram voor 5,40 euro, maar het was in de aanbieding. Dus vandaar. Ik heb in de toekomst een mesje en vertrouw dat jullie het willen zien of niet willen zien. Doe het alsjeblieft niet na. Het kan best wel warm zijn. Je moet natuurlijk wat zand hebben. Zo. Je kan dus ook echt in je vingers snijden, dat is gewoon niet ideaal. Deze is eigenlijk wel heel zin. Dus dan ga ik nog kijken of ik nog een ander potje heb voor knoflook. En anders moet ik even iets anders pakken. Hier zit geen knoflook in. Nou, in principe heb ik dat niet meer, maar dat geeft niet. Ik pak toch wel iets anders. En dan pak ik natuurlijk kruiden. Ik heb kruiden, ik heb kerrykruiden. Ik kan het er wel gewoon erin gooien. Dat is ook gewoon de marinade. Dit is ook een gerecht dat je ook eens door de brood kan eten. Of een broodje. Als je het broodje kan eten, is dat ook wel geen jaar gegeven, maar sleutel afdoen. Dat is niet echt een ideale oplossing. Zoals Louise ook al zei in een video, je kan het met goedkope winkel ook gewoon gerecht maken. Dan hoef je ook veel duurder bij. Kijk, ketchupflesje is sowieso al ruim een euro. Ik heb hier ook nog een pakje van Lolly Mix. Dat ga ik ook wel nemen. Hier zijn 3 zakjes. Je hebt hier super wel iets zout mix.
Ik heb er nog een space mix, een species mix, space mix. Spersijen mix. En het saus. Ik gebruik meestal de kip saus mix. Ik doe gewoon wel wat kruiden heen. Zo. En dat betekent ook met het spersijen mix doorheen. Dus ik heb de kruiden te maken. En natuurlijk heb ik hier de ratio saus mix. Ga ik ook doorheen doen, want ik smaak het er minder uit. Dat is wel ideaal. Zo. Ik heb sowieso een spatel. Ik heb ook een beetje de zonnebloem er niet bij. Een beetje de saus er niet bij. Leuk maken. Waarom heb ik nog even begint? Omdat ik mijn saus niet te veel los te maken. Zo. Bezig met heel veel dingen tegelijk.
Hallo. Ik heb hier nog een, trouwens nog een beetje koffie. IJskoffie. Ik heb ook weer heel erg lekker voor met de wachten. Je kan je zo ook gewoon maken met gewoon ja, met rijstjes of rij. Misschien kan je het gewoon overal maken. Maar ik kan het ook wel boter, maar ik kan het ook gewoon met harde broodjes doen. Ik heb het net aan hoeveel tijd je hebt om het tijdje te besteden. De rijkse tijd is toch wel gaan een half uur. Maar ook wat saus erbij. Zo, romige saus. Zo. Ik heb er wel iets, het is gewoon wel met vlees natuurlijk. Ik heb het ook een keer gemaakt zonder vlees. Maar zonder vlees vind ik het eigenlijk toch wel net iets bitter, want dan heb je eigenlijk alleen de smaak van de groente erin. Dat is gewoon op zich niet ideaal, dus je kan gewoon best gewoon met groente doen en met vlees. Zonder vlees is ook wel lekker, maar dan moet je echt flink wat water bij hebben. Wil je het gewoon überhaupt gewoon kunnen maken. En dat is dus niet wat wij willen eigenlijk gewoon met vlees vinden we eigenlijk lekkerder. Maar ook gewoon zonder vlees is ook gewoon lekker eetbaar. Ik doe er nog een beetje water bij. Zo. Kip tandoori, lekker. Lekker van de smaak. Dus zo is het eruit ziet, zo is het geworden. Dus dit is de kip tandoori. Hier zit dus in een groente, een zakje groente, macaroni groente. 2 keer 350 gram kipfilet, dat is bijna 900 gram. Je kan het met rijst eten, maar je kan ook de marinade erbij doen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe dan zeker even een duim omhoog. Geef het abonneer op het YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei, later!